Wauw, ja. Myra, echt, ik stop hoor. Ik oh nee, misschien heb, misschien heb ik te weinig dan zelfs. Nee, misschien, nee. Oh, ik vind het wel mooi. Echt, nou, ik niet te geloven. Dus. Oké, okay, volgens mij is niemand die gaf. Jawel, dat is, is... Ja, ik snapte hem wel. Ja, ik ook, was alleen even aan het opletten. Oh, dan was het gewoon niet grappig, oké. Okay. Nou, hetzelfde was niet grappig. Diamonds in de muur. Sorry. Oh, dat was wat. Die zijn duur. Ja... Ineens dat liedje in mijn hoofd. Yo, deze bot die Peach speelt, die is echt dom, man. Nee. Oh, nee, oké, okay, als jij het zegt. Ik geloof jou, jij bent slim. Ik heb mijn bike verder, dus ja, daar kan ik best wel van die dingen halen. Tuurlijk. Heeft nog een coins genoeg? Nee, vind ik ook. Je hebt ook coins genoeg, inderdaad. Event space! Wow. Yo, we deden toch zonder space? Dit keer. Oh, ik ben. Heel flauw. Je kan dit. Nee. Jawel. Zo'n sterretje kopen. Ofwel. Hé, hey, één voordeel. Jij koopt hem niet, dus dan sta ik nog steeds tweede. Tweede. Is het officieel. Boeien. Next star location is... Weet ik niet. Ik weet het niet. Ik moet op A klikken, sorry. Ja. Ik doe het weer. Boeien. Wat? Dat is nog verder bij mij vandaan. Yeah. Yeah. Yes. Druk weer, Myra. Kom op, hoe kan het? Zo moeilijk. Oh, dat is wel... Oh, dat is oprecht best wel dicht bij mij in de buurt. Alleen, ik heb niet genoeg coin. Yay. Oké, niet 6 of hoger. Ja, dank je. Nee. Nu die kant op. Oh. Lucky space, baby! Coins. Nee, double dice. Gaat niet werken. Ik heb 3 coins nodig. Minigame. Oh ja, ik en Milan samen. Oh, nu niet meer. Ja, dat weet je wel. Als er iemand alleen is, is het altijd Myra. Ik weet niet hoe dat komt, maar... Ik ook niet. Dat is echt een ding. Ik ben ja, die komt gewoon game. Steeds op. Wat is dit? Move your head. Classic. Oh, kut. Dat is een volgorde die je moet doen, zeker. Nee, je mag. Jij kiest er een en wij mogen die niet kiezen, zeg maar. Snap je? Oh, ik snap hem. Oké, let's go. Dus als ik iets doe, mogen jullie dat niet herhalen? Of die, ja, wij mogen niet hetzelfde doen. Oké, nou, dat is voor ons heel moeilijk. Zo. Heb je ook gewoon 5 kansen? Dat staat echt nergens op. Oké. Okay. Nou, wij hebben 3 levens, hè? Omdat we 3 personen hebben. Ja, maar ja. Oh, je kunt ook naar boven kijken? What the fuck? Oh, je dacht je kunt alleen maar links, rechts en naar voren. Nee, ik begreep hem toch verkeerd. Nee, maar naar boven. Ik begreep hem verkeerd om, zeg maar. Volgens mij voor het eerst meer dan... Of volgens mij voor het eerst 19 coins. Zoveel heb ik dit potje nog niet gehad. Dat gun ik je. Dat is meer ook niet hoor, maar... Oh.
Ik denk dat het hoog wordt. Nee, oké. Okay. Speciaal voor jou gun ik er één meer. Maar dan wel dat je geen ster koopt. Dat dan wel. Ja, verdomme. Rip. Als je nog een keer een 1 doet, ik zweer. Ja, dan krijg je ook nog coins, hè? Voor dezelfde. Ja, ik weet niet of dat in deze game ook is. Oh, dan moeten we een keer testen dan. Luigietijd. Hoe testen we dat eigenlijk niet? Wauw. Yo, goed bezig, Milan. Nu heb je 22. Hé, je bent nu boven de 20. Goed zo. Heel ziek. Milan is zo'n pro, denk ik. Ja, Milan heeft wel items. Nou, joepie. Wij drie moeten dit echt nog eens doen. En dan vooral de drie die niet als eerste staan nu, at the moment. Ga nou niet zo doen. Nou ja, zeg. Nee, we moeten het wel vaker. De timing was goed zo. Nee, de timing was helemaal niet mooi. De timing was slecht. Terrible, zoals ze dat zeggen in het Engels. Nou, ik heb er ook niet echt veel aan, want hij komt toch achter me te staan. Oh, boe. Nou, wat heb ik medelijden met je. Maar Milan, meer... Lul niet, hij is echt één stap voor je. Oh, ik dacht dat hij verder weg was. Wat een dieves bullshit. Oh ja, ik heb er toch niks aan, hoor. Nee, ik heb er niks aan. Ik dacht dat ik daar al voorbij was. Ik dacht dat ik er al voorbij was. Wauw. Dit is wel lelijk. Wat is dit voor een kutpotje, zeg. Jezus. Milan en Munty, we moeten dit echt vaker doen. Met z'n drieën. Ja. Echt. Sander kan niet zo goed tegen als hij niet kan winnen. Daarom wil hij eigenlijk ook nooit met mij spelen. En dan, Ik wil altijd met je nog spelen. Ik, want ik op een gegeven moment dacht ook van Milan, die wint beter, maar jouw delay is beter. Oh, Milan kwaliteit is beter. Maar jouw... Hoe bedoel je hem? Wat? Hoe bedoel je Milans kwaliteit is beter? Nee, Milan wint de hele tijd. Of in het begin steeds of zo. Nee, of zegt Simon dat? Ja, dat zegt Simon, maar ik snap hem niet. Nou, maar misschien is... Yo, omdat ik... Simon, jij hebt niet eens kwaliteit op je kanaal met al je ananas-video's. Rot op, Jan. Oh, stream. Zo. Nee, stream kwaliteit. Oh, als in de pixels. Ja. Maar wat zei je? Wat was bij jou beter? Jouw delay is beter. Wat, mijne? Nee, mijne is... Dat is wel raar. Gaming SB heeft betere delay, terwijl ik langere delay heb, dus... Ja. Ik heb helemaal geen delay, ik speel real-time. Oh, je hebt teamvideo's toevallig geen ananas gebruikt. Nou, woehoe. Knap, hoor. Heel knap. En jij hebt een duurdere camera, ja, dat klopt. Wie ik? Ja. Oeh, dat vuurtje is vet. Wat is dat? Dat is lid, volgens mij. Twitch-lid, ja. Oh. Nice. Oh, Milan, bij jou gebeurt alles 15 seconden later als het niet meer is. Dat komt ook waarschijnlijk. Dat komt waarschijnlijk omdat ik 5,5 uur al live ben. Wow. Ja, ik ben ook al 3 uur en een kwartier live, maar... Je mag, dat wordt echt met lang. Ja, dat weet ik. Dus wij hebben allebei waarschijnlijk... Dit wordt niet leuk voor de Twitch-compilatie. Maar dat wordt die 6. Deze ken ik. Deze ken ik. Waar moet je die letter doen? Die moet je aan Shy Guy geven. Ik zag hem niet eens, hij is zo klein. Je moet het niet voorzeggen, want ze gaat toch wel weer winnen. Oh ja, nee, ik ken deze niet. Ik heb echt niet, ik heb Mario Party 6 nooit gespeeld. Boys, ik heb alleen maar 8 gespeeld, volgens mij. Doe even starten. Ja, ik ben al gestart, gozer. Net als ik die liefdesletter. Oh, was bij start al zo, zeg. Simon, je moet me niet tijdens deze ultra belangrijke beste minigame... Shy Guy negeert me. Ik keek naar de Luigi, want die groen was. Shy Guy negeert me. En hij geeft mij ook. Kom hier nou, Shy Guy. Ik heb geen medelijden mee dat hij jou negeert. Tuurlijk, zij heeft de liefdesletter weer. Oh, ja, tuurlijk. Zij heeft er nog één. Ik heb het tweede niet eens gegeven. Ik snap deze game niet. Ik zie het ook gewoon heel snel, want als het zo klein is. Ja, ik snap al deze game niet hoor, dus ik heb wel een beetje... Ik heb een Switch Lite, ik zit wel een mini-scherm te spelen.
Oh, ik heb zo'n tijd, ik zit op minischerm te spelen, dus ja, dat is niet goed. Ik kan aan mij liggen, Maar ondertussen wint ze wel. Op het moment dat wij zo zijn, dan moet je gewoon denken van... Ik speel dus heel goed, want ze kunnen niet tegen hun verlies. Dit is wel... Oh, dan neem ik het zo. Simon. Simon, yo, goed getimed. Yo, Ninja. Boom. Welkom. Hey, Ninja. Hey, Ninja. Ninja. Zee. Ik weet niet hoeveel J's hij in zijn naam heeft, maar iets met een J en een B en een Ninja. Tuurlijk heb ik het spel. Munt die kopen ziet. Hij hoeft helemaal niks te kopen als hij dat niet wil. Nou, dan ga ik hij is een strong independent woman. Ja. Is Tyler Blevin? Wie is... Boys? Is Tyler Blevin zo'n TikToker of zo? Want ik ken hem niet. Wie? Tyler Blevins. Of Blevins. Nee, ik nooit ik ken alleen maar Tyler ook. Maar ik weet niet meer wie dat is. Tyler Oakley. Ja, ik weet niet. Geen idee. Ooit een keer gehoord, maar ik weet niet meer. YouTuber misschien? Tyler Blevins. Ja, van vroeger. Van vroeger, ja, dan is het die, geloof ik. Oh, dat is Ninja. Huh? Huh? Oh, Ninja, die guy. Van Twitch? Of welke? Oh, Ninja van die Fortnite streamer. Ja, nee. Oh, die. Maar... Maar Simon, die telt niet. Dat, dat telt letterlijk niet als een ninja. Ninja, dat spel is ook pas sinds vandaag uit. Och, ze gaat weer op de kaart kijken hoor. Zit gewoon niet op te letten, maar gaat op de kaart. Je weet al waar iedereen staat. Zo, dat ding is freaking fair. Hé, hey, Jordi, hebben het er ook? Ja. Oh, hij is nu wel grappig volgens Simon. Maar ik kijk... Tyler Blevin is niet... Of hoe die ook maar heet. Dus om die uitgetekend follow age, die wel. Omdat ik die niet heb ingesteld? Ja, maar Munty, je kunt gewoon zien, hè, vanaf wanneer je... Als je op je eigen kanaal drukt, in de stream van Milan, dan kun je zien sinds wanneer je gefollowed bent. Hé, hey, Munty, het duurde me iets van... Het duurde me een jaar voordat ik kanaalpunten rewards had, dus... Give me some slack. Kijk, ik weet dat Simon mij is gaan followen sinds november, 14 november 2020. Ja, toen ben je pas echt op Twitch gaan streamen. Nee. Nou, nee, hij heeft daarvoor deed je altijd YouTube. Daarvoor deed je altijd YouTube. Nee. Ik ben in de zomer van vorig jaar begonnen op Twitch. Oh, ik heb hem vast een keer geband of zo en dan... Staat hij niet... Dat klinkt niet heel erg onaannemelijk, dus... Nee, hey Ninja, leuk dat jij er ook bent. Nee, ik heb hem vast een keer geband en dan moet hij weer opnieuw followen. En dan is hij dus zijn follow-age kwijt. Oh, Flipperkashi! Oké, luk. Oh, ik ben trouwens gevolgd bij Milan op 6 januari 2019. Nice. Dat is ongeveer waar dat ik de eerste keer dat ik echt ging streamen. Ja. Nee, dat was toen nog met... Ik kwam door Raid, zeg maar. Kan je trouwens ook aan jezelf iets geven? Dat heeft trouwens geen nut, trouwens. Hallo? Ja, dit is kut. Oh, wat kut! Ja, precies 30 heeft hij ook gewoon. Dat is echt lullig. Ik wil dood. Zij kijkt het op? Oh, hey, Foki. 95. Gezellig dat je er ook bij bent. We zijn Mario Party aan het doen. En ik ga niet zeggen dat het moet. Maar follow is poggers. Ik ben hier samen met Milan. En. Teun. En Mayra. Als ik het goed zeg. Ik hoop dat ik de naam goed zeg. Ja, Mayra is goed. Ja, oké. Er zijn niet veel mensen die het goed zeggen. Tenminste, op school was het altijd ook. Let niet op. Maar ik dacht dat Mira was, maar... Godverdomme, dat zeggen mijn leraren altijd. Letterlijk. Ja, maar denk dat staat er niet. Dat staat er niet. Ik denk van, waar zie jij geen A staan? Denk ik dan altijd tegen de leraar. Maar wat moet je doen? Mayra, doe even starten. Wacht even. Nee. Ik had gemist. Heb jij toevallig al plusje gedrukt?
Wel plusje. Ik heb alleen een minnetje in een grapje. Ik heb alleen maar minus. Plusje heb ik niet. Yo, plussel en minus kunnen de pot op. Ja, Sander is zo'n plussel en minus. De DNA is nog beter, gast. Echt? Ik vind het zo lief. Nee. Ja, nee, de DNA is niet beter. Nee, is niet beter. Maar wel letterlijk, Pichu is nog beter. Ik haat Pichu eigenlijk ook niet zo heel erg. Dus... Waarom ben jij elke minigame? Ik word echt helemaal gek. Help, ik word bang van Milan. Ja. Oh, ASMR. Cool, wie heeft de meeste sterren? Myra. 3 tegen 0 tegen 0 tegen 1. En dat ben ik dan. Maar ik werd genaaid. Ja, ze geeft ons niet eens een kans om te winnen. Ze doet ze van... Hey, Mario Munty. Party. Oh, ja, ga je nog iets doen? Doe ik even jullie inmaken. Mag. Maar liever niet. Dus ik vraag het heel lief. Ken je hem daar? Hey, maar Sander, ik heb op jouw verzoek heb ik dus al die geluidjes harder gezet, hè? Ja. Waar gaat dit naartoe, Jan? Wil je ze alsjeblieft niet spammen, omdat ik de rest dan niet meer kan horen? Wat? Ja, hun zitten allemaal die geluidjes te spammen. En dat is leuk. Alleen, ze zijn zo hard dat ik jullie niet meer kan verstaan. Oh, goeie buur. Dat is wel ritme. Overbeschadiging is zo... Zo... Dat is juist ook leuk. Oké, dan ga ik even verwijderen. Hallo. Oké, ik ga even. Ik moet Simon heel eventjes bannen. Wacht even. Welkom back. Fijn dat is wel zo. Nice, thanks. Als ik het moet doen, moet je gewoon geel geven hoor, want ik heb hem open. Als ik het moet doen, in mijn stream moet je me ook een geel geven, maar op jouw stream gaat het niet te lastig. ik heb time-outje gedaan trouwens. Zo lief en bescheiden, hè. Behalve in Mario Party, daar maakt ze ons keihard in. Dan moet je ook al helemaal geen Monopoly met mij spelen. Ik heb mijn twee neven ook afgemaakt in dat spel, jongen. Ja. Het kon alleen maar geld dokken en maakt even, kom maar. Mijn monies. Ja, nou... Heeft er geen cool aan de beurt staan. Ja. En hier heb ik niet 30k punten. Hoezo heb je hier niet 30k punten? Klopt. Op Rickroll heeft hij wel een cooldown staan. Heb je op Rickroll wel een cooldown staan? Waarom? Oh. Op de rest niet dan vooral. Eigenlijk moest dat op allemaal. Crap, ik zo laag? Maar hier een subje geven. Omdat ik ze hier wel kon spenden. Ja, dat zou ik wel doen. Dat zou ik wel doen. Dat is poggers. Zoals ze dat noemen. Waarom kun je dat niet al? Op de land. Is kut. Maar dat klopt, Ninja. Dat is inderdaad van Avatar. I'm a tunnel. Van Legend of Aang. Is dat niet die dat ze door de slangenpas gaan? Ja. Ja, ja. Voor de slangenpas, toch? Of is nee, het net voor? Nee, het is heeft niet bij de slangenpas, volgens mij. Oh, toch niet? Ik weet niet meer. Het is wel... Fuck. Nou, dat ja, Appa het niet is, toch? Of wat? Ja, dat klopt. Dat of nee? Het is wel... Appa is er wel. Die gaan mee door ja, de tunnel. Want ja, want Appa zat vast in de tunnel. Het waren Aang en Katara alleen op een gegeven moment. En zat Sokka bij die gekken die ze laten zingen. Hij werd helemaal para. Ja, snap ik ook wel. En dan doet hij zo facepalm en zegt, oh, niet schrikken, misschien is dat de Avatar. Oh! Haal je hem? Kut. Ik had mijn chomper moeten gebruiken. Dankjewel, Simon. Voor de... Oh, dit is heel kut, want nu... Hey, come back. Ja, maar ik heb geen coins. Voor alles. Wat geeft die witch überhaupt? Oh, je hebt geen coins. Ah, je hebt één keer Avatar gekeken. En dit ook nog. Ook nog Avatar is gewoon de beste serie zeker op waar. Heel de wereld misschien wel. Avatar, ik heb Avatar zo vaak gekeken. Avatar vond ik nog steeds leuk. Je moet alleen Korra nog steeds afkijken. Korra is ook echt goed. Alleen mensen zijn gewoon salty. Goed. Omdat lose ze one star, willen ja. per se precies hetzelfde. Moet ik nou al mijn 30 coins in de Korra is ook wel heel goed geanimeerd en zo. Ja.
Ja, klopt. Het ziet er echt met nice uit. Met die actieshots en zo. Dat klopt wel. En de fighting is echt heel mooi. Oeh, 2 keer. Oeh, 2 tegen 2. Nou, ik zit niet bij Myra, dus ik zal weer verliezen. Burn steel. Hey, Milan, doe nou niet zo salty de hele tijd. Oké, salty. Wat een party 6. Oh, dit is wipeout. Dit is legit wipeout. Trio, trio, trio. Echt, hè? Trio. Tikle tik, tikle tik. Oh, ik schrok. Ik dacht dat hij afging. Ja, ik dacht ook, hoor. Ik schrok hem al. Hé, maar wij winnen, want wij hebben jou. Dat is wel ziek. Nou, Milan gaat ook wel hard. De pro's, die blijven in ieder geval over. Nou, later. Oeh, ik was... Als jij daar niet geraakt was, was ik nu dood. Was Trio Trio een beetje zacht? Oh, ja, ik kan het niet zo aanpassen, maar... Trio Trio Trio. Zeg het even in Discord. Ik kan wel Pikachu doen. Dan onthoud ik het. Dan zie ik het wel. Ja. Pika Pi. Sorry? Pika Pi? Nee, ik kan hem ook zacht blijkbaar. Wajo. Doet Pikachu mee in deze stream? Wat is dit? Ik vind Bailey. Ik toch? Ik vind Bailey leuker. Hoe doe je die, Bailey? Ik vind Victory Bell wel leuk. Ik weet niet hoe die klinken. Die schreeuwt gewoon heel hard. Ja. Vind je niet Electabuzz leuk? Ja. Luigi, yes, is in the back. Nu gaan ze niet naar de tweede toe, hè? Nu zeggen ze niet, yo, de tweede? Jij mag... Oeh, dat is mijn stem. Yo, ik zou de Blondpipe wegdoen. Oh. Ik zou die Starpipe wegdoen als ik hem was, maar ja, hij is dom. Ja. Starpipe. Kan die ook niet. Jij bent zo'n grappige jongen, hè, Sander? Weet ik, hoor ik vaker. Sander is de grappigste die je kent. Kijk hoe boos die Toad kijkt. Snap ik ook wel. Bro, hij heeft al 5 uur lang jou zitten te werken. Bijna 6 uur. Bijna 6 uur. Vind je het gek dat hij boos kijkt? Dan zou ik ook wel boos kijken. Wat ga je gooien, Munty? 10. Oeh, 10. Hij heeft haast. Haast. Oh, ik dacht je gaat wel naar de chance. Genzy? Nee, dat zeg ik toch niet? Ik kan je healen met softboiled. En dan ben je weer vol health. En als je hem in elkaar slaat, krijg je heel veel experience. Jammer genoeg is zijn cooldown. Anders had ik echt dat geluidje van ting, 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 ting gedaan. Oh mijn god, ja, maar die past er perfect bij. Ja, maar echt, ik heb een cooldown. Oeh, what the fuck? Simon, doe eens rustig, what the fuck? Holy shit. Yo, Simon. Je hebt een baan, toch? Want anders dan... je moet ook niet blut worden. Oeh, golden pie. Ik had bijna nog een ster erbij, Milan. Oh, wat kut dit. Ik was even vergeten. Ja, maar dit is niet je kanaalpunten. Dat is 5 euro. 4 euro inmiddels. Maar wel euro's. Nog een euro en nog een euro. Ja, mijn enige 5 subjes de laatste maand. Dat klopt wel. Ja, dat ben jij allemaal geweest. En wacht, je bent ik niet gesubbed op jou? Oh, ja, en jij. Ja, nee, wat klopt. Ik ben niet eens gesubbed. Ik heb 1 Twitch Prime. En die gaat naar Milan. Yeah. Ja, jawel, Milan heeft wel sub. Ja, dat klopt ook wel. Toen gaf ik hem aan de zoveel op. Ik doe niet door. Ja, dat klopt ook wel. Want Simon heeft die 3 gegift. Dan heeft hij zelf suppie. En dan heeft Milan een suppie, dan kom je op 5 uit. Als je kunt tellen. Nou weet ik niet of iedereen dat kan. Thanks man. Ja, dat is aan de salt. Ben ik nog steeds de enige Patreon of heb je nog meer Patreons? Ik denk dat je nog de enige bent, denk ik. Oh, Sim. Even kijken. Die Simping. Ja, je bent nog de enige inderdaad. Ik zie je. Ja. Hey, dat maar is gewoon Simon? Returning the favor. Hey Simon. Dat mag. Maar je bent aan de beurt. Ik snap het ook wel, ik ben ook hot. Excuse me. Nee. ik doe... Even kijken hoor. Daar gaan ze weer hoor. Je weet toch wel iedereen. Even op de kaart kijken. Even op de kaart.
Suus, dit moet wel een heel eind... Op de kaart, moet je nodig ergens heen. Wat zeggen Munty allemaal? Kijk meteen op. Iedereen praat er doorheen, ik versta. Ja, maar Munty is ook heel zacht. Ja. Klopt. Wacht, ik ben lekker luid. Zo beter. Oh ja, ja. Dit hadden we 2 uur geleden moeten zeggen. Ja. Wow. True. We waren tijd bij ons achtergezet. Let's roll. Oh, is Patreon niet verplicht met een creditcard? Het zou best kunnen, ik heb een creditcard dus. Ik heb al mijn Twitch-subs ook op creditcard. Ja, creditcard, ja, PayPal, je kan best wel verschillende keuzes volgens mij. Want dat is vet onhandig. Oh, PayPal kan ook, dat heeft Simon ook. Dus ik snap niet waarom hij geen Patreon op jou heeft dan. Ik dacht tenminste dat het zo was. Sander, je bent aan de beurt. Oh ja, goed zo. Niet zozeer qua content. Ook nu heb je nog niet eens gevoeld. Ja, nee, precies. Ja, dat snap ik wel. Oh, een followtje erbij. Ik zag nog ook je nog niet volgen. Heel ziek. Ja. Met Liek aan het doen, zie ik al. 7 coins. Nu kan ik de ster kopen als er nog een... Ja, we krijgen nog wel wat turn. Hallo. Dit is ook gewoon in chat meteen. Sander, mijn Optifine spamt 1282 errors, how to fix. ICT-docent? Er zijn geen ICT-docenten. Docenten kunnen niet ICT. Oh, als je 1 keer drukt, dan gaat hij gelijk helemaal naar beneden. Oh, dat is kut. Oh nee, laat deze hem niet. Heel vaag, maar vooruit. Ik snap hem al, denk ik. Kind of, nee, ik snap hem niet, maar... Je moet 1 keer drukken en dan doe hem dicht. En als je nog een keer drukt, gaat hij weer open. Ik ben wel edit pro. Ik bedoel, heb je mijn nieuwste intro moment al gezien, Simon? Die ik je liet zien. Ja, Mayra, heb jij trouwens in dit potje elke minigame tot nu toe gewonnen? Nee, ik heb nu volgens mij al 1 verloren of 2 misschien. Voor mijn gevoel heb je echt alles gewonnen al. Nou, ik ga deze verliezen. Dat zie ik nu al wel. Ja, maar je krijgt al je coins, dus dat maakt het nog niet uit. 3 coins. Fuck. Maar je hebt ook een uitdaging, hè? Dat je alle minigames in 1 potje moet winnen. Oh. Dan had ik hem wel bijna gewonnen, denk ik. Ik weet ook niet of die uitdagingen online hetzelfde zijn als offline. Want anders kun je gewoon offline een keer een potje spelen. Dan is het easy. Ja, maar... ja, dat is waar. Ja, ik heb namelijk vandaag een dag uitdaging gedaan. Die was wel leuk. Dat zijn gewoon 3 willekeurige minigames. En je hebt 3 soorten pakketten waar je uit kon kiezen. Oh, ja. Grappig. Maar 3 minigames speel je gewoon online tegen mensen. Ja, dat werkte wel goed. Voor degene die dit in mijn stream zag. Ik probeerde net... mijn bril vast te pakken die ik niet op heb. Mijn bril vast te pakken die je niet op hebt. Nice. Ik heb Cora zeker gezien, of vroeg je dat niet aan mij? Oh nee, aan Ninja. Want ik weet niet of hij daar überhaupt of wat tegen had gezegd of zo. Ik heb meer aan Cora gezien. Hij is geen Justin die haat om het haten. Ja, hij heeft hem wel gezien, maar hij haat wel om te haten, ja. Ja, maar het slaat er nergens op. De dingen die hij opnoemde... Dat is echt bullshit. Kijk, weet je, het is zo lang geleden, ik weet niet eens meer. Maar, alsnog, de dingen die hij opnoemde waren sowieso bullshit, want ik ken Justin. Justin is altijd bullshit. Ik was laatst ook bij en die gast ging helemaal door op 1 opmerking die ik had gemaakt, die schijnbaar raar was. Nou ja, oké. Sure. Yeah. Wanneer Gaming SB fan meetup, dit heb ik niet gelezen. Justin kan wel goed frikandellen eten, dat is zeker waar. Ja. Nice. Iedereen weet dat meteen. Ik denk niet dat Mayra de grap snapt, maar ik heb een video online. ik heb een video online staan. Waar we ook, dat was ook voor dat we zo lang bestonden. Ja. Dat we frikandellen eetwedstrijd gingen doen. Nee, echt. Ik wil hem nog een keer zien. Ik wil nog een keer een nieuwe versie zien. Ik wil zien. Dat is ook je best bekeken video, toch? Milan? Of niet? Nee, bij lange na niet. Al mijn Eredivisie voorspellen video's zijn al beter bekeken. Gast. Mensen die dat kijken. Ja, die kijken dat en dat vind ik leuk. Want dan krijg je wel kijkers, maar. Echt, what the fuck.
Ja, maar we hebben letterlijk in deze Discord hebben letterlijk een aparte categorie van voetballen. Ook. Iedereen heel veel voetbal. Hé, hey, niet vloeken op mijn kanaal, gast. Dit is een PG-channel. Lol, nee. Ja, die link is nog steeds dood, Simon. Maar dan moet je die link in leven houden. Kijk, weet je, ik ga niet de moeite doen om simon.nl aan te passen naar youtube.com/user/x. Nou ja, de code. Oké, ik snap wat je hier daar doet. I got it. Oh, nee, ik weet niet of het slim is eigenlijk. Oh, misschien verneuk ik mezelf hiermee, maar dat is ook wel niet. High risk, high reward. Ah, en dan zonder de high reward. En zonder de high risk. Oh, nee, dat valt wel mee. Dus gaat wel goed. Opscheiden. Mm-hmm. Trouwens, waarom is deze map was toch gekozen als een van de moeilijkste mappen, maar volgens mij hebben we dat nog niet echt gemerkt. Ja, de moeilijkste map is vooral dat er zijn heel veel spaces en het duurt echt lang voordat je echt ergens bent, zeg maar. Ah ja, dat is wel zo. En trouwens, dat heb jij ook niet in de gaten, want je staat dik voor. Daarom heb je dat niet in de gaten. Yo, hey, ik heb iets van 15 sterren. Ja, ik snap niet waarom dit de moeilijkste map is, hoor. Oh, jullie hebben dan 0. Nee, wat gek. Hoeveel sterren kan je überhaupt hebben in totaal? Oh man. Veel. 28 plus vraagteken. Nee, daar heb ik veel aan. Oh, kaartje lezen. Oh, je kunt ook look arounden. Ja? Huh? Ja, je hoeft niet per se de kaart, zeg maar. Je kan ook gewoon opletten. Oh. Ja, inderdaad. Weet je wat jij kunt doen? Merk teken. Ja, wow, wow. Thank you. Ik zit echt met een probleem. Mijn tablet is bijna leeg. Dus doe je daar Discord op? Ja. Oh, dan moeten we even snel door. Ja, laat ik het zo snel tegenkomen. Ik ben niet zo snel. Skip. Oh, trouwens, Milan, ik dacht een let's play krijgen. Van 8 jaar later. Van 8 jaar geleden doet het nog beter dan de Eredivisie voorspellen. Ja, ik heb 1 video van Pokémon Emerald. Die is duizenden keren bekeken. Yo, nice. Oh, wow. Milan, ik zat laatst tussen jouw clippies. En die clippie van Let's Go, waar jullie die shiny krijgen. Ja. Yeah. Sorry hoor. Dat is echt ear rape material. Ja, dat geloof ik wel. Ik had hem aanstaan. Ik zocht echt slechte kwaliteitsspullen. Ja. Blijf. Ik zocht even. Die zie je ook echt een keer vandaan. Dat klopt, toen deden we echt. Toen deden we het ook echt. Ik ben helemaal vergeten om een freaking. Ja, maar Melee 7 heeft ook 3,9k views. Ja, klopt. Omdat we waarschijnlijk een event deden die mensen niet konden halen. Ik heb vergeten om dingen te maken. Een berichtje van dat je live bent en zo. Oh, nee, oké, dan weet ik er genoeg. Nee. Volgende keer. Hoe? Ga is een andere kant op. Kut. Ja? Bob. Lekker. Yeah. Zie je, als je met Myra in het team zit, dan win je. Het is maar, niet te geloven. Ik vind deze minigame heel lastig. Te verzinnen dit. Good luck, Jan. Maar Melee 1, 7. Een heleboel vlak bij elkaar. Schijnbaar. Van een Let's Play serie. Maar het zijn allemaal hele oude video's. Lucky. Die heb je toch allemaal op een list het gezet? Nee, ik heb ze allemaal gewoon in 1 afspeelles gedaan van oude meuk. Oh, je had ze niet op een list gezet. Aha. Dat verklaart een hele hoop. Ja. Nee, dat kan ook niet, want dan mis ik de Frikandellen video. Want die kijk ik dagelijks. Wow. Oh, staat die Frikandellen video op YouTube? Of? Ja, ja. Daar heb ik echt nog een gezicht, ik ben echt twee keer zo groot als nu. Yo, dat was ik ook echt een stuk zwaarder. Ik heb monies.
Money. Wat een droomtje. Milan dan weer hoor, met zijn geluk. Milan heeft altijd geluk. Stop nou eens, Sander, met je gezeik. Ondanks dat Myra steeds wint. Ik zeg gewoon, Milan. Milan heeft altijd geluk. Want dat is ook zo. Ja, maar die milkshake vlog zag je ook nog allemaal online. Klopt, ja. Milkshake vlog? Oh, ja. Ja, met de McDonald's. Dat was ook een leuke tijd, jongen. Deden we echt vaak, ja. Deden we dat. Dat zijn ook leuke video's om terug te kijken. Omdat we dan als we over sommige onderwerpen hebben en zo. Dan zitten we echt, echt bijna een uur te ouwehoeren. Als in PC of als in physical in game? Simon. Kun je met 5, 6 spelers? Nee. Ja, ik weet nu nog steeds niet of dat dan. IRL, ja, oké. Okay. Heb je, hoe heet dat? Ridders en. Ridders en. Bedoelde je Sandalen? Nee. Oh, Catan. Ja, van kolonisten van Catan. Ja, steden en ridders. Steden en ridders, dat was hem. Het echte werk. Niet coronaproof? Hoezo is kolonisten van Catan niet coronaproof? Die snap. Oh, 5 of 6 mensen. Ja, ik snap hem. Oh, lol. Ja. Je hebt ook van die C-uitbreidingen, maar die heb ik dus echt nooit gespeeld, volgens mij. En je hebt ook nog kooplieden en barbaren. Alhoewel, C-uitbreidingen misschien wel. Sorry? Je hebt ook nog kooplieden en barbaren. Ja, die is ook volgens mij allemaal heel lastig, of niet? Mm-hmm. Nee, dat is allemaal weer heel anders, ineens. Zeg maar, steden en ridders, dat lijkt er nog wel, ja. In ieder geval. Dat zijn gewoon de kleine additions, zeg maar. Ja, alleen kooplieden en barbaren heb je ook weer andere. Pieces die je moet gebruiken, ja. En zo. Oh, precies. Oeh, lekker baby. Nice, lekker beter. Kaboom. Achter de. Ter, dat is deze kant, toch, hoop ik maar. Ja, en daarna moest je weer rechts. Of ja. Maar juist, de eerste ster was. Dankjewel geloof. Voor de hulp. Alsjeblieft. Dat oh nee, de eerste was de andere kant op. You definitely have what it takes to be a superstar, hoor ik graag. Wat zei je, Menti? Mijn sterren komen echt niet bij kamp op vandaag. Nee, het is echt een kutpotje. Ja, ik ga straks even naar de stats kijken. En eventjes naar de gewone minigames en de coins minigames bij Mara. Dat is echt niet normaal. Mara is van e-sports. Is dat nou weer? Is dat gelijk als net? Of ligt aan mij? Dat gevoel heb ik ook, ja. Oh nee, eentje de voor. Oh nee. Of nee, huh? Oh, bij jou natuurlijk weer. Alsof je nog niet genoeg sterren hebt. Wauw. En ze heeft ook nog eens een 3 dice blok. Wauw. Nou. Maar er is wel online een ding, maar die heeft alleen de gewone. En ik weet ook niet Konya, of dat gaat. Konya. Volgens mij is dat, dat 4 euro of zo. Deze maar wel eenmalen. Deze is ook wel leuk. Dat is 9. Ja, deze is maar in part 9, dat is een van mijn favoriete minigames. Ja, deze is wel leuk. Wat moet je doen? Moet de Goomba stellen. Kan niet. Goomba's poppen. Oh, dit wordt echt heel moeilijk, zie ik al. Maar als je klikt, dan zie je niet eens of er een nummer omhoog gaat of zo. Nee, dat maakt nee, dat is de moeilijkheidsgraad van deze game, zeg maar. Dat is van ik weet niet of dat van een zelf is. Dat kan wel heel goed, hoor. Dat het ook van een zelf is. Wat, deze is een van mijn favoriete Ik ken mensen die het spelen. Online. Ja, okay, die wist ik niet. Ja. Soms vergeet ik ook hoeveel ik heb gedaan. Ik denk dat ik te veel heb of zo. Want, nee, dat is veel te veel. Iedereen zit een beetje bij elkaar. Misschien ook te weinig dan. Nee, ik heb te veel. Ja, misschien te veel. Wauw, Myra, echt, ik stop hoor. Ik ben nee, misschien heb ik mee. Misschien heb ik te weinig dan zelfs. Nee, misschien, nee. Oh, ik vind het wel mooi. Echt, nou, ik niet te geloven dit.
Ik denk dat ik weer back ben in mijn Mario Party games. Je zou het denken, hè? Hij staat ook wel. Zo lang geleden ook. Godverdomme. Zo lang geleden. Ze hebben het wel zelf. Oh ja, dat zou best kunnen. Maar ik weet ook niet of ze dan echt per se... Nee, doe nou niet, gozer. Oh, wacht. Dat mag niet. Want ik moet liefde. Tegen zichzelf te praten. Niemand heeft enig idee waar hij het over heeft. Nee, ik moet Simon tevreden houden, gast. Ja, maar vertel in ieder geval wat hij vraagt dan. Oh ja, sorry. Ja, hij heeft het over Kolonist van Catan, dat ook een online versie is. Ja, dat klopt. En dat die editie ook van hunzelf is en dat die bij de boardgame zit. Daarna heeft hij Sander Shouts gespamd en toen was het een Doe Eens Liefje. Toen was ik heel salty dat hij de Doe Eens Liefje geredeemd had. Maar ja, dat mag dus helemaal niet. Want ik moet lief doen. Dus ik hou van jullie. Okay. Oh, wat lief. Ah, cute. Thanks, Simon. Oh. Ik was even bang dat hij iets zou bewegen of iets zou gaan door die uitroepteken. Oké, nu ga ik wel eventjes het board bekijken. Oh, ik dacht even dat je wel gaat zeggen. Nu ga ik wel winnen, hoor, jongens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik ga 9 gooien. Dat mag. Van mij. Wat is jouw plan nu dan? Je gaat niet toch boe doen? Je gaat toch niet boe doen? Nee, maar mijn plan is zo... Flipkast. Mijn plan is zo duister... Dat Mayra uiteindelijk toch gaat verliezen. En dat is mijn doel vandaag. Oh my hij gaat God. Flippen kast. Okay. Let maar op. Hij gaat flippen kast. Ja hoor. Wat is flippen kast? Hè? Gaat hij warpen? Chainstrike. Wat is dat ook alweer? Wat doet dat ook alweer? Oh, dat is het. Oh ja. Doe je turn als in Mumball? Simon vraagt wie niet de meid is en niet Milan is. Dat ik neem aan dat hij... Of hij heeft zijn zin zo raar verwoord dat dat hij wel Mayra bedoelt. Huh? Maar ik kan zijn Nederlands niet ontcijferen. Hij carried. Oh, Teun, je carried. Oeh, als je sterk ligt, jongen. Oeh, yes. Teun Monies. Let's ha, go. Nu kan ze die ene steen niet kopen. Slim, jij bent slim, Milan. Met ja, echt slim. Alleen het heeft niet zoveel zin gehad omdat je geen sterren kwijt bent. Nee. Dan wordt het heel moeilijk om voor ons shit nog in te halen. Ik kan nu alleen echt, geen sterren. Is de streamkwaliteit zo laag dat je geen Mumball kan lezen? Oh, dat is wel heel erg. Oeps. Mayra, je bent aan de beurt. Weet ik, maar ik zit even te denken wat ik ga doen. Oh, oké, sorry. Als je toch gewoon op 720 zet. Hé? Oh shit, maar... Misschien ligt het aan de kwaliteit van... Heb ik wat dan als ik daarop ga staan? Nee, want ik zie het ook. Hé? Oké, maak je daar... You know what? Ik gun hem je een muntval. Ja, dat vind ik heel lastig. Ja, maar ik heb niks aan mijn settings veranderd. En normaal was dit niet zo. Get the star, boys. Oh. Ja, sorry. 7. Dat wordt betalen. 5 coins betalen. Nee. Maar dit is een aparte layout voor Switch games. En ik heb dat nog in één keer eerder opgevallen. Het is me nog in één keer eerder opgevallen, is het eigenlijk. Maar... Ja, misschien kun je ook een beetje kijken naar de layout die ik nog heb. Want het is misschien wel fijner om gewoon fullscreen te hebben. The cost of your next star is in cut in half. Wat betekent dat? Ja, dat je maar 10 coins hoeft te betalen voor je ster. Oh. Maar ook de bitrate is niet veranderd. En dan zou je... Hey, oh kut, ik let niet op. PC games toch ook. Nou, deze hebben we al gedaan, dus ik kan nog allemaal start drukken. Nou, ik weet niet. De belt van de monies. Oh, hoeveel heet die? Oh, geld. Money. Oh, jij denkt dat het de bitrate is, omdat dat met kleurrijk ook te maken heeft, oké. Nu al gevallen? Nee! Oh, Sander! Yo, ik mis alle coins gewoon.
Sander miste een zakje, die liet een zakje vallen. Ik ging er wel echt vol voor. Ja, je deed een soort dansje om me heen. Ja, dat was wel heel pijnlijk. Dit is een spel waar ik wel slecht in ben, want ik mis heet dat die coins met een millimeterzakje. Lekker muntie. We gingen voor Frodo. Layout en facecam zijn prima volgens Simon. Ja, maar Simon vindt nu alles stom wat ik zeg waarschijnlijk. Vooral je, je bent een cutie. Je bent een cutie guy. Ik ga eerlijk met je zijn, Simon. Ik kan het niet langer verbergen. Ik ben een cutie guy. Oh, je gaat hem gewoon halen, Munty. Ja. Of je moet wel heel slecht worden. Ja, anders wordt het echt kut. Dan ga ik wel heel hard lachen. Ik dacht, ik doe maar geen chance, maar dan kan Munty hem halen. Oh mijn god. Oké. Geniaal. Ja, je hebt hem. Oké, nice. Dat was echt een stream highlight geworden, jongen, hè? Als dat gebeurde. Ik zweer, als het 3-2-1 of zo was. Ja. Oh, Milan... Of, Milan, Simon zegt... no hate for you, deze keer. Oh, thanks, bro. Hier wel dus, dan moet je eindelijk, yes! Let's go. Pikachu of Eevee? Ja, klopt. Het spel zelf is een beetje onduidelijk, maar ik snap niet waarom. Maar dat kijk ik later wel. Ja, bij mij aan de top zei je al, dat weet ik. Maar dat komt ook omdat ik een interne Elgato heb, hè? Ja, snap ik. Oh, nice. Zo'n capture card. Ja, en ik speel dus ook altijd op mijn computer, zeg maar. Dat zit dan geen delay in voor mij. Ah. Ja, dat zou wel chill zijn. Ja, Milan streamt 180, maar ik heb daar ten eerste het internet niet voor, ten tweede, ja, er is eigenlijk geen ten tweede, zie optie 1, gast. Kijk, Munty, zo doe je dat dus. Zo. Zo, Milan. Ah, 26. Ja, en dan kan hij weer al die sterren, dan komt hij elke keer langs je. Dat heeft hij dan elke keer 25 en dan maakt hij steeds dat rondje af. En dan sta jij daar 5 keer. Dat hij je ster afpakt. Heel zuur. Deze referentie snapt alleen Milan. Boeien. Nee, ik heb ook niet heel erg naar geluisterd. Het ging over die chain. Wat doet dit? Het wordt weer donker, denk ik. Het wordt donker, denk ik. Ja. Dat is met die... dat dansfeestje die ik had. Ja. Ja, ik vind het toch wel jammer dat je niet meer... Je hebt... zeg maar, er zit niet zo heel veel verschil in tussen donker en licht. Dat ook. Ja, misschien wel, maar dan misschien... Ik weet niet. Dat ook, maar wat ik eigenlijk ook bedoelde is dat in deze map heb je eigenlijk niet echt dat de uitroeptekenvakjes heel veel doen. Nee, bij die andere hetzelfde. Had je een laser, waar, of je had dat je naar de andere kant van de map ging. Dat vind ik jammer. Ja, klopt. Oh, Milan gaat weer tweede worden, hoor. Nou, misschien dat hij nu voor me spant. Ja, misschien dat ik in de laatste beurt wel geluk heb. Oh nee, laat maar. Ja, hij moet even dicht bij mij spannen. Hoe ver sta ik er vandaan? Ja, dat vraag ik me ook wel af. Ja, dat kan ik nog wel een heel eind gaan lopen. Ja, dat gaan we nooit lukken. Shit. Wat ik wel kan doen, is Milan gaan naaien als ik dan weer verplaats. Ja, dat is wel een duur rondje. Ja, nee, dat wordt langs het ene stukje bed ga ik hem... Hierna gaan we stoppen, Simon. En waarschijnlijk duik ik dan ook mijn bed in. Ik ook. Want ik merk... Ik heb zeg maar dat inkart momentje. Ja, ik vanmiddag om 3 uur ook, maar goed. Maar ik heb het nu weer, en dus... Misschien is het wel slim om eventjes... Wacht, daar gaan we weer. Ja, ja. Ik moet toch even kijken. Kijk, oh, zo. Zetten. Ja. Hij kan daar. Hij kan daar. Hey, King Boo is daar. Hij kan daar. Ja, om 7 uur al. Het inkarkmoment. Waar staat dingen? Ja, wacht, jij staat daar. Ik sta daar. Die staat ook herkenbaar. Hè, waar ben jij dan? Wacht, ik mis één persoon. Oh, daar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dit is de laatste beurt, hè. Ik weet niet of je dat door hebt, maar... Ja, klopt. Het heeft niet echt veel nut wat ik doe, eigenlijk. Het maakt niet uit wat ik doe. Ja, maar ik ga wel even uren kijken of... Oh, die chomp call, hè. Dat eventueel handig geweest om die ster bij Sander weg te halen.
Ja, precies. Dat ik ook aan te denken, maar... Het is niet eens dichtbij in de buurt, gaf. Oh, dat dacht ik. Nee. Zo doe je dat. Oké, ik heb minder dan Nylander, maar... Hier, ik sta daar. Ik sta letterlijk daar. Oh, ja, ja. Oh, ik haal hem net niet, hè. 15 stappen. Ik heb 13... Oep, je had hem niet. Maar je hebt ook geen geld, dus... Nee, dat is waar. Ik heb wel... Oh, dan gaan we weer betalen. Betalen dan allemaal niet. Als ik alleen maar dat is tenminste een leuke pot. Ja, dat is een goede pot om te krijgen. Als ik alleen maar daarover kwam, dan had ik al 30 coins. Dan was ik ook al tevreden. Dan stond ik in ieder geval tweede voor nu. Ja. Oké, Sander, laatste turntje. Ik denk niet meer aan boven moet krijgen. Die krijgt... Wat? Dat ik geen bonus stars meer krijg. Nee, dat denk ik ook niet. Ik ook niet, hoor. Nee, ik ook niet. Final minigame. Er moet nog één potje. Oh, eindelijk. Tegen Munty. En we hebben Mayra bij ons in het team. Dus dat komt allemaal goed. Ja, dan gaan we winnen. Nou, maar niet met dit spel. Dat met die bal die naar beneden rolt zeker. Ja, deze ja, wordt hem. Oh, nee, niet deze. Die is leuk. Die is super leuk. Die is leuk. Nee, die zijn wanneer Lesmin er bovenaan staat, maar toch niet wint. Ja. Die is leuk voor als je in je eentje bent. Ja. Dat snap ik. Eigenlijk moet iedereen gewoon iedereen een kant op pikken. Midden, links en rechts. Maar ik weet niet of dat helpt überhaupt. Oh, kut. Nee, want als je... Als je naar beneden gaat... Nee, niet doen. Niet doen, niet doen. Oké, dank je. Nee! Nee, doe het dan niet. Doe het dan niet. Ja, what the fuck? Dat kan dus dat niet. Dat bedoel ik dus. Had ik dat zo de hele tijd ook al net met Donkey Kong. Echt precies, last minute. Oh, nee, 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 nee. Milan, pas. Wanneer scribbel met z'n allen dan host? Ik het wel, groet ik. Ik is Simon. Scribble.io. Oh, God. Ja, weet je, je moet gewoon bij dat soort dingen moet je gewoon een datum vragen. Van, yo, deze datum kunnen jullie dan? Nou, nou, wie zou die nou gaan? Wanneer kunnen jullie? Dat zou ik niet weten. Oh, wat een verrassing. Wow. Fuck. Fuck. Dat had ik echt niet verwacht. Nou, naar wie zou deze nou gaan? Naar die gaan. Ik weet het niet. Weten. Wat een spannend potje is dit. We gaan een jurkje. Naar mij. Wow. Ik vind het zo spannend, jongens. Ik sta te beven op mijn stoel. Dat snap ik. Oké, deze is oprecht spannend. Dan ben ik er niet, gast. Ik denk dat iemand anders gaan. Hey, Sander, nice. Dat ben ik. Dus die cute girl. Ik ben ik voor tweede. Maar in mijn hart staat Rosalina op de eerste plaats. Oh, nu komt die oog achter je aanrennen. Oh god, ja die oog. Nou, ik ga dood. Wacht je aanrollen dan. Ik heb oprecht zoveel pech gehad. Ik had zoveel punten. Alleen ja, die sterren zaten er tegen. Hey Mira, kun je 11 uur morgenochtend scribbelen hier? Ik niet. Nee. Ik niet. Nee, oké, ik ook niet. Ik wil echt toffe plaatjes. Die plaatjes zijn echt heel leuk, ja. Ja, die plaatjes zijn wel tof. Ik ben dus ook elke keer net wat anders zijn. Ja, alleen moet die Toad echt zijn bek houden. Oh. Dat is waar. Ja, ik snap dit ook niet. We hebben toch net al gezien wie vierde, derde, tweede en eerste wordt. Hoezo dat gaat hij dat nu nog zeggen? Daar waren hij een soort verslagje van of zo. Oké, laten we eens kijken. Ik ben overal aan het kroontje. Hé, hey, ik heb wel de meeste stickers, gast. De Hidden Block heb jij ook het meest, Sander. Ja, klopt. Ja, ik was ook de enige. Dit is echt gewoon pijnlijk. Je hebt ons echt vernederd. Klein beetje, maar. Klein beetje. Ah, je bent ook 0 keer op die bouwzin ingekomen. Sander is er 2 keer op gekomen. Ik word van 0 keer. Oh. 2 stars. Oh ja, dit geldt weer alleen voor Milan. Oh, Milan. Zucht. Ik denk dat Mayra heel veel levels heeft gepakt bij dit potje. Ik ben benieuwd. Nee, ik heb echt een taal. Treasure Hunter, the one to beat. Oh, ik moet mijn title nog aanpassen. Maar volgens mij krijg je sowieso veel meer punten als je... Hoe heet het? Als je host, heb ik het idee, maar... Ja, daar lijkt het wel op, hè? Nee, maar de eerste keer waar ik heel veel levens kreeg, toen had ik ook gewonnen. Het ligt echt aan wat je doet in de game, zeg maar. Oké.
Ik ga in ieder geval de stream beëindigen, want hij duurt al ruim 6 ik uur. Ook. En ik moet hem allemaal gaan downloaden. 6,5. Dus bedankt voor het kijken van de stream. Doei.